Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt van west naar oost bewolking over ons land en uit die bewolking vallen ook een paar stevige buien. Boven de Noordzee en Oost-Engeland zien we opklaringen klaar liggen en die komen voorzichtig onze kant op. Voor opklaringen is in de ochtend weinig ruimte, maar helemaal zonloos durf ik het ook niet te noemen. Temperaturen tussen de 15 en 17 graden lopen op naar 20 tot 21 graden, 22 misschien in het zuidoosten. Vanmiddag duidelijk minder buien en van het westen uit meer zon, matige wind uit een westelijke richting. Dan vanavond rustig weer met opklaringen. In de loop vanavond neemt van het zuidwesten uit de bewolking wel toe en stijgt ook de kans op regenweer. Maar dat is pas in de tweede helft van de avond. En morgen hebben we dan over het algemeen grijs weer. Hier en daar een klein beetje zon. In het zuiden regent het wat langduriger achter elkaar. In het noorden valt een enkele bui en het wordt ongeveer 20 graden. 21 of 22 graden hebben we op woensdag en ook op de donderdag. Met woensdag, vooral later op de dag, de zon. Donderdag een enkele bui en de hoogste temperatuur in het oosten van het land. Vanaf vrijdag neemt de buienkans af en zien we de kans op zon toenemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.